Heerenveen AZ 0-1, dus AZ Heerenveen 0-1, dat hoef je niet te zien. Wat is jouw nieuws van vandaag? Ja, tussen al dat donderende geweld van Big Brother is er ook nog echt geweld, helaas. En dat speelt zich af in Groznië. En die mevrouw staat nog op mijn netvlies die vanmiddag verklaarde vol woede hoe erg het is. Kijkt u even mee. Frans Haks, goedenavond. U bent 15 jaar lang directeur geweest van het Groninger Museum. Wat is uw nieuws van de dag? Mijn nieuws van de dag is nieuws van de maand. Dat in de modetijdschriften staat dat overal mode gepresenteerd wordt. Dit Nederlandse tijdschrift laat het al op de kaft zien. Furious wil zeggen dat er bont in is. Hier zie je roze bont van Vos. Voor een man. Voor een man. Hier zie je voor een mannen ook Gaultier. De andere was Prada, dus de ene is Italiaans, de andere is Frans. En hier zie je een Duitse reclame van Levend Bond. Dat wil zeggen een schaap dat geschoren wordt en dat op de een of andere manier gebruikt gaat worden. Mijn nieuws van de maand is dat overal bond getoond wordt en dat ik verwacht dat het morgen op straat te zien is. Jan Mulder. Dit is mijn nieuws, dus dat staat vandaag in de krant, dat het boek overlijdt in 2020. Ik lees dat berichtje even voor. En de kranten zelfs al in 2018. Dan kunnen we dit niet meer doen. En tegen die tijd moeten de elektronische woordenlijsten worden voorzien van een nieuwe definitie van het woord boek. Ik citeer, een substantieel geschreven werk, meestal getoond op een computerscherm of ander persoonlijk leesapparaat. Ik geef hier mijn definitie van de lezer bij. Een vaag vormgegeven substantie met een Big Brother kop en een muisarm. 2020. Grappig, hè Frits? Ik ben weer helemaal terug. Ja. He, vind je ook niet? Ontzettend blij. Leuk, hè? Sabine is weer terug. De hectiek neemt groteske vorm aan. We gaan even kijken naar vanmiddag wat er zich afspeelde in Hilversum. Rust op een terrasje gaan zitten in Tilburg met een vriendin samen. En echt genoten van het nog lekker anoniem even op het terras zitten. Oh, daar was je wel al van tevoren mee bezig? Ja, ik was van tevoren mee bezig. Ken je deze al? Nee. Shit. Verdomme. Op ingespeeld, heel veel gesprekken gehad met wat. Ik krijg het maar weer zo. Ja? Ja. Okay. Ja. Moeilijk doen allemaal. Ja. Heb je al gezien? Heb ik gezien. Het schijnt dat hier de fotograaf. Dat is denk ik een probleem. Is dat zo? Ik moet hier helemaal een lijntje gaan houden. Vanaf 3 uur zit ik hier. Ja, zij heeft aan mij gevraagd of ik jullie wil vertellen dat het nu even niet gewenst is. Het is nu echt even te veel. En nieuws is nieuws. Wat ik bedoel op dit moment. Nou, Maxima is makkelijker. Ja. Die kun je makkelijker fotograferen, Maxima. Sabine, nieuws is nieuws. Ongelooflijk hectiek. Had jij enig vermoeden... Geen flauw benul. Alsof Tina Turner in het land is, hè? Nou ja, ik had inderdaad helemaal geen flauw benul. Je bent geïsoleerd van de buitenwereld. Dat is de bedoeling van het programma. Dus nee, dit had ik op het allerlaatst verwacht. Ja. Gisteravond verliet jij het huis. Ja. 2 miljoen mensen hebben dat bekeken. Ja. Meer dan naar Ajax hebben gekeken. Ongelooflijk. Je maakte een opgeluchte indruk. Ja. Ja, je gaat je vanaf het moment dat je genomineerd bent instellen op 2 dingen. Of ik blijf hier, of ik ga naar huis. Terwijl je normaal alleen maar bezig bent met het hier en nu. En dus ik had me dus al voor 50% ingesteld op het naar huis gaan. En dan ga je ook weer allerlei leuke dingen bij denken. En je ziet je familie weer, je ziet je vriendinnen weer. Dat was voor mij ook geweldig. En ik, op het laatste moment maakte het me ook helemaal niks meer uit of ik zou blijven of zou gaan. Het was voor mij allebei even leuk. Ja. Wij hebben iedere avond gekeken en... Opvallend is dat jullie het nooit gehad hebben over het leven. En dan bedoel ik, is er oorlog? Hoe gaat het met Ajax? Of, we hebben het er wel over gehad. Van, misschien is het niet uitgezonden. Nooit uitgezonden. Nee, maar we hebben het er wel over gehad. Maar word je niet gillend gek daar als er geen krant is of je ziet geen televisie? Ja, alleen wat het wel echt is, is je zit echt in een andere wereld. Op dat moment geldt echt alleen hier en nu. En je weet dat je toch geen informatie krijgt. Dus je verlangt op een of andere manier, vergeet je het een beetje. Maar kun je dat geestelijk opbrengen? Ja, heel makkelijk. Echt waar? Ja, ja, echt. Ja, het is heel stom. Er gaat een knop om in je hoofd. En je zit op een andere planeet. Echt waar. En je denkt niet eens meer aan thuis. Ik heb heel weinig momenten gehad dat ik aan mijn ouders dacht. Of aan mijn vriendin of aan de kroeg. Ja,
soms in bed, s'avonds als je in bed ligt, dan ga je even nadenken. Maar je bent zo bezig met het hier en nu en de mensen om je heen. Het is allemaal vreemd. En als je het bij spreken tot het eind had moeten uitzitten, had je ook niet. Nee, je hoor, ook niet nee, gaan zeker denken. Niet. Nee. Je mist je ze wel, ja, maar niet dus echt. Niet echt. Nee. Ja, het klinkt heel raar misschien voor jullie om te horen, maar je mist het niet echt. En weet je bijvoorbeeld Leontine van Moorsel? Die ken je? Ja. Weet je wat ze gewonnen heeft? Nee. Nou, die is bijvoorbeeld wereldkampioen tijdrijden op de weg geworden. Ja? Dat weet je voor het heel nou, dat heeft, daar heeft Ruud het wel over gehad. Ja. Maar dat is niet uitzonderlijk. Die is daar heel erg mee bezig. Jij komt uit het zuiden, of je komt uit Tilburg. Jeetje, ja. Weet je hoe Willem II het gedaan heeft in de Champions League? Nee, nee, nee. Ja, niet goed waarschijnlijk. Dat weet ik wel. Hoef je hem ook niet te...